Wantaipop heeft voor editie 2017 groot nieuws. Na veel succesvolle optredens gaan ze het dit jaar ietsje anders doen. Ja, we hebben nieuws. We gaan eigenlijk het weekend van Wantaipop een nieuw evenement doen in Dordrecht. De vrijdag ervoor. En dat heet Live at Wantai. Je moet daar wel een kaartje voor kopen, maar er komen ook artiesten zoals Marco Bossato. We dachten, welke artiest zit nou, wat is nou gewoon de grootste artiest van Nederland die hier nog nooit in Dordrecht heeft opgetreden? Waarvan wij denken, gewoon heel veel mensen graag naartoe willen. Marco Bossato. Wantaipop zal zich vooral richten op de Drechtsteden. Kaartverkoop is landelijk, maar qua communicatie richten wij ons echt alleen op de Drechtsteden, op de grote Drechtstedenregio. Dat is ook voor 18 jaar en ouder. Je moet de kaarten verkopen. Maar het idee is eigenlijk om echt de allergrootste artiesten van Nederland nu eens een keer naar Dordrecht te kunnen halen. Dat is eigenlijk wat we willen met Live at Wantai. De andere artiesten zullen rond maart bekend zijn.